Prachtig voetbalweertje. Een puiken grasmat, een tikkie aan de harde kant, zo werd gezegd. Maar ja, niet onoverkomelijk. De Graafschap met in de punt van de aanval een nieuwe jongen. Die al wel in het betaald voetbal speelde in Nederland. Jordi Thomas bij Handbalsport. Nu dus op het hoogste niveau. En bij VVV ook een nieuw man in het centrum van de aanval, Mlappa. De man die in de punt van de aanval speelt ook bij Togo. En om hem heen speelt dan Adebayor. Om u even een beeld te geven. De Graafschap won hier dan de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Feyenoord. Maar die bonus leverde het weer in tegen Groningen. Dus telt vandaag alleen maar winst. Maar die dient omzichtig en verstandig behaald te worden. Een lastige klus. En we zijn inmiddels vele voetbalavonturen verder met Benny Mlappa. Hij staat onder contract op dit moment bij Dynamo Dresden en is door VVV geleend voor een heel seizoen. Susic, Mlappa, bal snel gegeven en dat levert een aardige kans op voor Grot die aan de bal voorbij gaat. Daar is nog Susic, daar was VVV voor de eerste keer. Dresselen, Boenestal. Alles weer op de grond. Opoku. Daar kwam weer Susic. Daar is Susic weer en nu moet hij scoren. Ja, helemaal vrij, dwars door het midden. En dan is het bij de tweede gelegenheid voor Tino Susic wel raak. En leidt VVV. In de zesde minuut al. De bal blijft daar hangen. En dat had daar 0-2 moeten zijn. Ja, Alonso staat niet 5-0 voor. Goed weggedraaid door Susic. Goed gegeven ook door Susic. En moedig en juist besloten door Jurrius met het hoofd voordat Grot daar in actie kon komen. Wat een prachtig beeld. Het was geen Rembrandt gezien de lichtmast, maar het was wel mooi. Mlappa legt de bal daar goed neer. Het is 0-2. Het is 0-2. En Post is de man die dat doet. En ook Post scoorde al eerder dit seizoen. Verdubbelt ook zijn totaal. De poging van Grot. Jurrius moest daar weer ingrijpen. Straalman. Al achter Nijland. Zeuntjes daartussen. Dat is goed gedaan van Straalman. Ja, probeer maar wat. Dat brengt in ieder geval weer de supporters wat tot leven. Reusler. Mlappa die daar zich vastliep. Owusu. Owusu. Dat ziet er aardig uit. Van Michum die daar nog linkervoet tegenaan krijgt. Voor de eerste keer echt dreiging in de richting van Oenerstal. Hard gegeven. Abena zat ertussen. Daar bij de tweede paal. Doet er uiteindelijk dan niks via Mlappa. Reuselen. En Jurrius.
hier weer snel door wil. En daar staat Van Michem. Nou, dat doet hij goed. En dit helemaal. Probeert door de benen gespeeld. En toch is dat de manier. Jansen. Daar houdt Van Michem in zijn eentje. Twee spelers bezig. Jansen en Promes. Tutuarima. Oh, daar komt binnenkant van de paal. Een Wim Jansen balletje. Moeten we lang terug in de tijd. Beetje als voorzet bedoeld en die gaat bijna binnen. Daar heeft VVV geluk, want ja, gaat hij wel goed, dan doet de Graafschap toch ineens mee. Want dan is het nog maar 1-2. Bal daar een meter of twee voor langs gekomt. Lappa, zo. Benny Lappa. Olijf. Klaas. En weer Olijf. Serrares, Owusu. De gelegenheid voor Olijf. Ja, dat is een aardige aanval van de Graafschap. Eerlijk is eerlijk. Uit de eerste wedstrijden. Dat is de 12e. VVV 9e heeft 1 puntje meer. Rutte. Bal gekopt door Susic. Jurrius. Zo zou het kunnen. Is dat Hens? Ja, Martens staat er dicht bovenop, reageert niet. Dat zijn van die kleine momentjes. Martens wil er niets van weten. Ja, er zijn er die hem dan wel geven. J-Roy Grot en schudt het hoofd. Heel subtiel, maar het is te zien dat hij het hoofd schudt. De huurling van Leeds United. Ja, ik kan wel een beetje mopperen, maar een echt opvallende rol heeft hij toch niet gespeeld. Susic. Ja, werd even aangetikt, scheids. Maar goed, vindt het zelf ook niks. El Jebeli. Daar komt Onderstal met het hoofd, zoals Julius ook in de eerste helft een keer met het hoofd redden daar. Jans. Slechte bal. Die is voor Owusu. En Owusu. In de richting van Thomas. Die sjouwt achter alles aan. Is al lang blij dat hij een keer de bal heeft. En via Thomas kon de Graafschap uiteindelijk nog een aardig end doorvoetballen. En zelfs tot een schot kwam. Wel een meter over. Via dezelfde Thomas. Maar toch. Het is ook meteen zijn laatste wapenfeit. Jordi Thomas, keihard gewerkt. En daar zal Henk de Jonge ook nog wel even op wijzen. Want daar heeft hij natuurlijk wel oog voor. Als je dan geen aanvoer krijgt. Dat is een goed balletje op Serrares, maar dan lopen ze elkaar in de weg. Burgzorg en Serrares. Benny Mlappa, München 1860, Borussia Mönchengladbach, Nuremberg, Bochum, Dynamo Dresden. En een jaartje VVV. Kom op, Benny. En assist op zijn naam bij de tweede treffer. Klaas. Hey,
Jemli een meter naast. En Stijn die zich even naar de zijkant begeeft, omdat hij toch even een gebrek aan concentratie bemerkt bij zijn man. Want er is nog altijd, hoe matig ook, voor de Graafschap tijd genoeg om er nog wat van te maken. Ja, ha, dat scheelt niks. Zeuntjes. In ieder geval over Jurrius heen. Maar die hoefde uiteindelijk niet in te grijpen. Slim gezien van Zeuntjes. Blijft nog steeds het verhaal als die bal een keer goed valt. Maar dat doet hij maar niet. VVV krijgt niet zoveel doelpuntjes tegen tot nu toe. En maakt die faam ook nu weer waar. Hier in Doetinchem. Of komt daar nog de 2-1? Ja, en dan kan het dus toch nog steeds. Dat ene moment. Het is invaller Burgzorg die daarvoor zorg draagt. Complimenteer VVV net dat het weinig doelpunten tegenkrijgt. Maakt het zichzelf in de slotfase toch nog lastig. Ja, we komen toch nog maar even terug. Hier staat aangegeven 3 minuten, maar we hebben op de klok 4 gezien. Ze staat in beeld 3, maar het is 4. En het is 2-2, nog niet. Identieke situatie. Oerenstal zeer boos, de bal komt op de paal. En dan houdt het op, pakt VVV hier 3 punten. En daar heeft het de hele wedstrijd wel naar uitgezien. Het heeft het alleen zelf onnodig spannend gemaakt in die laatste minuten van de wedstrijd.